Hier heb ik jaren gewerkt, het stadhuis van Amsterdam. In het gebouw zal je van mij geen schilderij of afbeelding tegenkomen. Ik verleende hier slechts mijn diensten. Ik was thesaurier, of anders gezegd, financieel medewerker. Voordat koning Lodewijk Napoleon besloot om van deze ruimte zijn slaapvertrek te maken, was dit het kantoor waar ik met mijn collega's werkte. De thesaurie ordinaris. De koning heeft zijn meubels al neergezet. De thesaurie moet nu verhuizen naar het Staalhof. We werkten hier meestal met 4 tot 6 thesauriers. Een penningmeester, een aantal klerken en een boekhouder. Vanuit deze kamer beheerden we de financiën van de stad en bestuurden we alle openbare werken. Op dit schilderij boven de haard is te zien hoe Jozef in Egypte grote voorraden koren liet aanleggen voor tijden van schaarste. Zo behoedde hij zijn volk voor de hongerdood en wist hij de mensen voor zich te winnen. Wij deden hetzelfde, want naast onze dagelijkse werkzaamheden hielden we ons ook bezig met liefdadigheid. Als er bijvoorbeeld een goede oogst was, met een overvloed aan graan, kochten wij het in. Mocht het een jaar slecht gaan, dan konden wij, net als Jozef, het graan voor een lage prijs aan de armen van de stad aanbieden. Niet alleen op het schilderij boven de haard, maar ook op het plafond komt het thema terug. Op de schilderingen dragen de engeltjes het graan in hun handen. In plaats van door de gangen te dwalen, zou ik moeten opruimen. Het geld van de thesaurie gaat nu tijdelijk naar de wisselbank. De wisselbank, die ook al eeuwen in het gebouw zit, mag wel blijven. Het is ook bijna onmogelijk om voor al het geld van de stad, dat daar gemunt en ongemunt ligt, snel een geschikte locatie te vinden. De geldvoorraad zou dan met die kleine wagentjes vervoerd moeten worden, die tot nu toe altijd voor het transport binnen het stadhuis gebruikt werden. En wat trouwens te denken van de smeltovens voor het goud en zilver? Die kunnen ook niet zomaar verplaatst worden. Er is wel een nieuwe ingang voor de bank gemaakt, zodat de koning ongestoord in zijn paleis kan wonen. Deze verhuizing is trouwens dé gelegenheid om op te ruimen en alle nutteloze en overtollige papieren naar de papiermolen te zenden. Er hingen hier tot voor kort bundels papier of liassen met gesorteerde rubrieken zoals processen en reizengeld. Op dit schilderij is te zien dat hier heel wat papier doorheen ging. Het is overigens een gedenkteken voor de boycott op Frans papier in de jaren 50 van de 17e eeuw. Door deze papierschaarste kon er in het kantoor niet behoorlijk gewerkt worden. Ik denk dat ik het schilderij laat hangen voor de koning. Als herinnering aan de tijd dat deze kamer de thesaurie was.